Het elleboogwricht is vooral belangrijk tussen humerus proximaal en ulna distaal. Vanuit een ulnair zicht zie je heel mooi welke beweging er mogelijk is. Dat is een flexie en een extensie. Ligamentair wordt dit systeem geassisteerd door het ligamentum collaterale langs de kant van de ulna, dus ulnare. Welke structuren komen in contact met elkaar? Dan zie je de incisura trochlearis van de ulna met het processus cornoideus en het olecranon. Enerzijds dit op de ulna, anderzijds op de humerus zie je het vanuit de condylis humeri, zie je de trochlea humeri, waarbij dat je ventraal de opening hebt voor de fossa cornoidea. En dorsaal zie je de inkeping voor de fossa olecrani. En op die manier passen die in elkaar.